Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. De wasbeertjes en oom Simon. Lau was meer gespannen dan een kruisboog. De mankepoot was uitgespeeld en hij besefte het. Hij had een stola gestolen, maar Lau zou ervoor zorgen dat hij hem de das omdeed. Wauw, die Lau Loene, dat was een detectieve. Vergeleken bij hem was Sherlock Holmes een bespottelijk spoorzoekertje. Bert, weet jij waar de verrekijker is? Het is Nationale Vogeltrekdag. Haha, het mysterie van de verdwenen kijker. Dit is een zaak voor Bert Wasbeer, tapdetectieve. Hé, hey, dit is een kist van Cyril Snow. Wat spookt die hier uit? Een stelletje randcriminelen die wat rondbrengen wat onrendabel is. Bert, mogen wij die verrekijker even alsjeblieft? Huh? Oh, als ik hem gevonden heb natuurlijk. Huh? Oh, zie je nou wel, ik vind altijd alles. Weer een zaak opgelost. Dank je, Bert. Ah, dat is in orde. Maar als ik jullie was, zou ik hier maar een oogje ophouden. Kom je mee, pap? Wat? Oh ja, ik kom. Ik wist niet dat jij meeging naar die aandeelhoudersvergadering. Wat nou, aandeelhoudersvergadering? We zouden samen naar het voetballen gaan. Gossie, pap. Ben je het weer vergeten? Dat is al de derde keer deze maand. Nou, dan ga je toch weer met de varkens? Hé, hey, jij bent er een van Cyril. Ik ben Cedric. Oppen toppen, Snow. Je hebt een echte snauwneus. Ik kan het weten, ik ben je oom Simon. Oom Simon? Maar, pap... Simon? Mijn broertje Simon is al lang geleden op zee gebleven. Mijn kleine broertje Cyril. Oh, wat fijn om weer thuis te zijn. Oom Simon? En ik heb dagen op een oude kistrand gedreven. En toen spoelde ik aan op een onbewoond eiland. Nou, daar heb ik jaren gezeten. Iedereen kan wel komen beweren dat hij mijn broer is. Ik zag mijn broer voor het laatst toen ik 10 was. Hoe zou ik hem kunnen herkennen? 9 jaar, 10 maanden en 3 dagen op de kop af. Dat kan jij opgezocht hebben, hè? Broertje toch. Weet je nog van deze keepjes, Zero, waarmee we onze lengte bijhielden? Goh, dat wist ik niet eens. Zeg eens, Zero. Heb je die modelbootjes nog die grootvader ons met onze verjaardag heeft gegeven? Tuurlijk, oom Simon. Die staan in zijn slaapkamer. Ha! Ik heb zelf een schip moeten bouwen. Met de blote hand. 15 jaar heeft het me gekost. Want hoe moest ik anders van dat eiland af? Ik had wel veel tijd om over thuis te denken. Gelukkig is het u gelukt. Ik heb altijd al een oom willen hebben. Oom Simon, houdt u van voetbal?
Oh, ik heb geen wedstrijd meer gezien sinds vader Cyril en mij meenam. Heb je soms een kaartje over? Ja, want pap moet toch naar een aandeelhoudersvergadering. Zo, aandeelhouders nog wel? Dus je hebt ons fortuin verstandig beheerd. Verstandig? Ik heb er het grootste handelsimperium aller tijden mee gebouwd. Snow BV heeft een naam. Een eigen naam. Geen gejatte zoals jij. Nog steeds een omgewonden standje, Cyril. We moeten er vandoor, oom Simon. De wedstrijd begint al haast. Oké, dan gaan we nu meteen, Cyril. Dag, pap. We zijn op tijd voor het eten terug. Mijn broer. Ik geloof nog eerder in turbokabouters. Hij zit natuurlijk gewoon achter mijn geld aan. Ik onthoud lang niet alles, maar mijn eigen broer vergeet ik nooit. En dit is niet mijn broer. Oh, kijk Ralf, de geelgerande nitwit. Wauw. En moet je daar eens kijken, Melissa. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Is Bert. Hi jongens. Zijn jullie naar de vogeltjes aan het kijken? Wat deed jij in die boom, Bert? Sporen zoeken, Schaefer. Volgens mij heeft er een gemene dief alle appels gestolen. Kijk, er zit geen appel meer op. Maar dit is een berkenboom. Huh? Nou, weer een zaak opgelost. Bert Wasbeer, topdetective, heeft weer succes gehad. Huh. We moesten maar eens een zeiltochtje maken, Cedric. Dan kan ik je alles leren. Oh, kijk, oom Simon. Mijn vriendjes. Jongens, dit is nou mijn oom Simon. Huh? Oom? Huh. Leuk om jullie te ontmoeten. Cedric heeft al zoveel over jullie verteld. Hij mag blij zijn dat hij zulke leuke vrienden heeft. Wat aardig. Oh, Cedric, ik wist niks van een oom. Ik eerst ook niet. Hij heeft op een onbewoond eiland gezeten. Wel 50 jaar. En hij heeft met zijn blote handen zelf een boot gebouwd om weer terug te komen. Hmm, interessant. Zeer interessant. We komen net van het voetballen. Eindelijk eens een keertje zonder die varkens naar het stadion. Nou, we moeten maar weer eens door, Cedric. Ik moet nog iets belangrijks met je vader bespreken. Aardige kerel. Hmm, helemaal niet zoals Cyril. En een leuke oom voor Cedric. Ik weet het niet. Er is iets niet in orde met dat mannetje. Oh, Bert. Je leest veel te veel detective romans. Huh, weet je, Cyril, hoe leuk het ook is om weer thuis te zijn. Soms wou ik dat ik weer op zee zat. Zo denk ik er dus ook over, meneer. Ik heb er zo lang over rondgezworven. Als jij mijn brieven had beantwoord, dan was ik hier helemaal niet geweest. Brieven? Ik weet niks van brieven. Jij onthoudt ook niet veel, pap. Ik vroeg daarin alleen maar wat me in vaders testament beloofd was. Dat het familiefortuin eerlijk verdeeld zou worden. Daarmee zou ik de mooiste boot kunnen bouwen. Hoe vind je deze kop, jongens? Doodgewaande Snauw komt terug om erfenis op te eisen. Het is wat je noemt een ongelooflijk verhaal, of niet dan? Ja, een brandende kwestie. Ik word al warmer. Lau! Lau, Loene! Aangenaam! Voilà, jongens! Het goudmijntje, Simons oude kist! Nou zullen we het bedrog eens eventjes aantonen. Ja, de bedrieger. En dan krijgen we zeker opslag. Hé, wie kan dat zijn? Jullie zijn de biggen die ik zoek.
De naam is Loenen. Lau Loenen. Je meent het. Luister eens, wat je ook hebt, we kopen het niet. Ik kom de gaatjes in jullie gast controleren. Heb je hem? Nee, en we hebben het druk. Luister eens, gehaktballen. Ga nu maar gauw je mondje roeren, want ik heb hier meer weetjes in dit koppie als jullie ooit in je leven zullen meekrijgen. Wij begrijpen hier geen hoela van. Misschien dat je het nog eens in het Nederlands kan proberen. Oké, ga dan maar dammen en haal die grote jongen hier. Die is misschien geïnteresseerd in een nieuw pizzabedrijfje. Begint het al te dagen? Pizzabedrijfje van ons? Ik kom wat bewijsstukjes ophalen. Echte bewijzen. Zoals deze. Kijk. Oh nee. Dat mag de baas niet zien. Wat wil je dan? Aha. En wat hebben we hier? Prettig jullie gesproken te hebben. Waar hangen die hammen uit? De baas! Ik had erop gerekend dat er een crimineel op dit idee zou komen. Ik heb zelfs een quizje georganiseerd voor een gelegenheid als deze. Dan weten we meteen zeker wie je niet bent. We zijn klaar, baas. Zet je schrap, Simon. Dat wordt even zweten. Alleen mijn eigen broer zou de antwoorden weten. Licht uit! Spot aan. Wat voor maat laarzen had je, Simon? Makkie, 32. dat klopt, baas. Nou en? Idiote vraag. Dat is niet zo moeilijk te goed te gokken. Stel er nog maar één. Oké. Wat voor kleur hadden je laarsjes? Niet gluren. Groen. Weer goed, baas. Gewoon stom geluk. Stel nou eens een moeilijke vraag. Oké. Zaten er gespen op je laarsjes? Is dat alles wat jullie bedacht hebben? Vragen over laarsjes? Zultkoppen? Er zat er nog wel wat anders in die kist. Iets? We konden alleen zijn laarsjes vinden. En ik vind alleen maar aarsjes. Simon Snauw, dagboek. De vorige week was Zet weer zo gemeen tegen mij. Hij had een spin in mijn bed gestopt. Hij weet dat ik daar bang voor ben. Vandaag gewroken. Een worm in zijn nek gegooid. Hij schrok zich dood. Ik lachte me helemaal ziek. Dit kon wel eens een heel belangrijke aanwijzing zijn, broer. Hey. Laten we doen wat Lau Loenen ook altijd doet. Nobody knows us when we're coming out. Nobody shows us what to do. No one can tell you what growing up is all about. Hi Bert. Oh, hi Cedric. Waar kom jij vandaan? Oom Simon en ik zijn overal geweest. Hij gaat me leren zeilen, Bert. Het is een geweldige kerel. Maar Cedric, als het nou niet jouw oom blijkt te zijn. Er is iets verdachts aan die man. Hij komt hier zomaar heen en brengt veel tijd met je door. En jij kent die man helemaal niet eens. Is dat zo verdacht dat iemand met mij wil optrekken, Bert? Begrijp dan toch dat hij me aardig vindt en het leuk vindt om tijd met me door te brengen. Nou, je hebt er toch geen duidelijk beeld van? Beeld? Dat is het. Ik moet iets over het hoofd gezien hebben. Ik moet het nog eens heel goed bekijken.
Hey, Melissa! Pap? Wat nou weer, Cedric? Een brief voor u. Wat nou? Van een advocatenkantoor? K. Kosmovits, advocaat. Simon Snow. Onbetwistbaar broer. Gerechtelijk bevel? Morgen betalen? Ik geloof het niet. Ik moet morgen mijn halve fortuin weggeven. En er is niks aan te doen. Goh, pap. Het is niet allemaal jouw geld. Niet van mij? Van wie dan wel? Nou, ook van oom Simon. Waar heeft hij het voor nodig? Om jou mee naar zee te nemen, zeker? Kijk maar hier, Bert. Ik heb de foto uitvergroot. Ah, mooi, Melissa. En nou moet ik me sterk vergissen als ik niet... Aha, kijk, Melissa. Daar staat een tuinman, zie je? Daar achteraan. En? Nou, als wij die man kunnen opsporen, kan hij Simon identificeren. Zodat wij kunnen voorkomen dat Cedric er verdriet van krijgt. Bingo, Bert. Hier heb je de informatie die je wou. Die tuinman van die familie Snow is nu 10 jaar met pensioen. En hij leeft nu alleen in de wintergroenheuvels. Hij heet Spar. Kom op, broer. We moeten onmiddellijk op zoek naar die Spar. Hoi. U heet zeker toevallig ook niet, meneer Spar. Of wel? Je slaat de spijker op zijn kop, knapie. Herinnert u zich nog aan Simon Snow? Ik bedoel, zou u hem nog terug herkennen na al die jaren? Simon Snow? Van de familie Snow? Nou, ik mag wel zeggen dat ik nooit een gezicht vergeet. Oké, nou dan kom op, Spar. Je moet me helpen. Hoe is het toch mogelijk? Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Het is van mij. En over een paar uur verdwijnt het als een wulpse dame in een goochelkist. Meneer Snow? Zeg maar Simon. Simon, hoe voelt het te weten dat je over enkele momenten de helft van het allerrijkste bedrijf in Woud Wintergroen in je handen krijgt? Mijn cliënt en ik beschikken over een waterdicht bewijs dat hij de broer van Cyril Snow is. Dat is geen kwestie van voelen, maar van weten. Wat een afschuwelijke dag is dit. Help me herinneren dat ik geen broers meer hoef. Cedric, ik hoop dat je het niet te zwaar opneemt. Helemaal niet, pap. Ik verlies niks, maar ik krijg er een oom bij. Oké, we moeten maar naar binnen gaan, pap. Hi, oom Simon. Noem hem niet zo. Meneer Snow, hier teken ik graag. En ik ga het nog doen ook. Mag ik eerst even? Bert? Ja, wat is dit nou weer? Wat moet die orde verstoren? Bert Wasbeer, topdetectief, biedt hulp. Oh, nee, hè? Bert, toe nou. Het is nou genoeg geweest, hoor. Luister, Cedric. Ik kom een heel nieuw lichtje op deze zaak werpen. Deze meneer heeft heel wat te vertellen. Oké, herkent u hier iemand? Oh, lieve hemel, ja. Huh? Echt waar? Simon, wat een tijd. Hoe gaat het nou? Oh, Spar... Dat is Simon niet. Wat? Ben je gek geworden? Bestek? Natuurlijk heb ik mijn bestek niet bij me. Dat heb ik nooit bij me. Kunt u ons hier de bedoeling van uitleggen, meneer Berg? We zijn hier met hele belangrijke zaken bezig. Eén ogenblik. Jij voelt je natuurlijk een hele jongen, maar aan één dingetje heb jij niet gedacht, Simon. Aan dit. Nee, maar een spinnetje. Huh? Die malle kinderangsten ben ik al jaren kwijt. Nou, laten we dit afhandelen. Laat oom Simon alleen, Bert. Je wilt van alles bewijzen wat helemaal niet waar is. Wat, of hij klaar is? Natuurlijk is hij klaar. Alleen nog wat aas, dat lukt altijd. Wormen! Haal die beesten weg! Haal die beesten weg! Hij is bang voor wormen. Bang voor wormen? Hè? Dan ben jij... Sid... Vicious! Sid? Wie is Sid? Hier is het harde bewijs. Simons dagboek. Luister, vorige week was Sid zo gemeen. Hij had een spin in mijn bed gestopt.
vandaag gewroken. Een worm in zijn nek gegooid en hij schrok zich dood. Ha! Simons dagboek? Hoe kom jij eraan? Geen idee, baas. Meneer Vicious, ik beschuldig u ervan, als jeugdvriend van meneer Snauw's broer, uw kennis van de familie misbruikt te hebben. Belachelijk! U kon natuurlijk makkelijk voor Simon doorgaan. Hij verzint maar wat. Sid! Ha! Natuurlijk! Gluipertje! Altijd maar snoepjes jatten. Dat ik jou vergeten was. U bent helemaal niet mijn oom? Waarom doet u mij dit aan? Meneer Simon, of meneer Vicious, of hoe je ook heet, gezien de omstandigheden, zal ik mijn diensten terugtrekken. Hier heeft u mijn nota. Graag direct betalen. Ontmaskerd door een worm. Cedric, ik heb je de laatste tijd niet veel aandacht gegeven. Hè? Geeft niks, pap. Ik weet wel dat u niet graag iets weggeeft. Maar als je zin hebt, zou ik graag met je naar het voetballen. Geen varkens? Alleen op het veld. Ik moet zeggen, een kunstig staaltje detective werk hoor, Bert. Natuurlijk. Eén ding begrijp ik niet, Bert. Wat maakte je zo achterdochtig? Nou, zijn handdruk. Hij had nogal vrij zachte handen voor iemand die er een boot mee gebouwd had. Ze hadden onder het eelt moeten zitten, man. En zo kwam je dus achter zijn bedrog? Yep, een oud schoolvriendje van Simon. Samen zijn ze nog op schoolreis geweest. Waarheen? De bedriegertjes, mijn beste Ralf. De bedriegertjes.